Deze video nog twee merkwaardige producten, namelijk A plus B tussen haakjes in het kwadraat en A min B tussen haakjes in het kwadraat. En in de vorige video zijn we aan de slag gegaan met dit merkwaardige product. Dus we hebben er in totaal drie. Nou, ik ga gewoon deze twee vormen uitwerken. En als ik A plus B tussen haakjes in het kwadraat heb, dan heb ik dus A plus B keer A plus B. Beide tussen haakjes. En als ik de haakjes wegwerk, dan krijg ik A keer A, is A kwadraat. Ik krijg A keer B, dat is AB. Ik krijg B keer A, even op alfabetische volgorde geeft AB. En ik heb B keer B, is B kwadraat. Nou, deze twee kan ik bij elkaar optellen, dus daar heb ik twee van. Dus dan krijg ik a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Dus doe je a plus b tussen haakjes in het kwadraat. Dan krijg je dus a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Dus je krijgt eigenlijk die a keer b, die heb je dus twee keer. Oké. Werk ik nu uit a min b tussen haakjes in het kwadraat. Dat is dus eigenlijk a min b keer a min b tussen haakjes. Dan krijg ik a keer a, a kwadraat, a keer min b. Dus negatief is min ab. Dan krijg ik min b keer a, op alfabetische volgorde geeft min ab. En ik krijg min b keer min b, min en min is plus, dus plus b kwadraat. Nou, hier heb ik twee van. Ik heb min ab, min ab, dus dan heb je er 2, min 2. Dus dan heb ik a kwadraat, min 2ab, plus b kwadraat. Dus, nou, wat valt nu op? Het volgende. Ik heb bij die eerste variant, heb ik dus hier tussenin, heb ik 2 keer ab. En dat heb ik bij die tweede variant ook, hè? Dus 2 keer AB, maar dan negatief. Nou, dat noemen we dus het dubbele product van A en B. Nou, dat moet je even onthouden. Dat werkt allemaal een beetje vlotter. Nou, we gaan even herleiden en dan gaan we doen. Dan gaan we toepassen wat we nu hebben geleerd. Dus ik heb A min 8 ga ik in het kwadraat doen. Dus dan krijg ik in ieder geval A kwadraat. Ik krijg ook min 8 keer min 8, dat is 64. En dan krijg ik het dubbele product van a en min 8. Dus dan krijg ik a keer min 8 is min 8a en dat keer 2. En min 8a keer 2 is min 16a. Nou, dat gaan we ook doen bij vraag b. Ik heb 3x, die moet helemaal in het kwadraat, dus dan krijg ik 9x kwadraat. Ik krijg ook 5 kwadraat, dat is 25. En dan krijg ik ook 3x keer 5, dat is 15x, en dat twee keer. De laatste. Ik ga 3a helemaal in het kwadraat doen, dus dan krijg ik 9a kwadraat. Min 5b helemaal in het kwadraat, dus dan krijg ik min 5b keer min 5b, dat is 25b kwadraat. En dan krijg ik ook 3a keer min 5b, dat is min 15ab, en dat keer 2, en dat is min 30ab. Einde van deze video. Tot de volgende keer.